Dit is een bespreking van het eerste kwart van paragraaf 35 van het 21ste boek van Ab Urbe Condita. In het onmiddellijk voorafgaande hebben we gezien hoe Hannibal bij het doortrekken van een bergpas in de Alpen aangevallen wordt door Barbari, door bergbewoners Montani. En dat die er in een nauwe bergpas in slagen om Hannibal en zijn infanterie te scheiden van de rest van zijn leger. Hannibal moet alleen met die voetsoldaten boven op de berg één nacht doorbrengen. Die postero, de volgende dag, dat is dus de dag nadat Hannibal in twee stukken met zijn leger op de Alpen heeft overnacht. En dan komt er een ablativus absolutus, inter cursantibus barbaris, met de barbaren zich ertussen werpend. Coursare komt van coureren, dat is rennen. Coursare is intensief rennen, dus steeds maar rennen. En intercoursare is steeds maar ertussen rennen. Dat leger dat was in twee stukken verdeeld en die barbaren die zorgen dat dat zo blijft. Maar dat doen ze al segnius, al minder actief. Segnius is een comparatieves bijwoord op een minder actieve wijze al. Dus de volgende dag. Toen de barbaren zich al minder actief zich steeds ertussen wierpen, junctae copiae sunt, moet je aanvullen, zijn de troepen herenigd, copiae zijn troepen, junctae eigenlijk verbinden, zijn de troepen weer met elkaar verbonden. Hannibals leger bestaat nu weer uit één stuk. En de pas, die superatus est, moet je weer aanvullen, en de pas is overgetrokken, is overwonnen. En wat ertussen staat, tussen dat saltus en superatus, dat is de manier waarop die pas overgetrokken is. Namelijk niet, hout is ongeveer hetzelfde als non, niet zonder nederlaag, hè, zonder verlies. Maar toch, geen ascendedon dit, hè, hier staat tamen, maar toch meer dan. En dat majore, dat congrueert met pernicie, met meer verlies of ondergang, toch tamen, van lasdieren, jumentum is een lasdier, dan van mensen. Dus de lasdieren die gaan in grote getalen dood dan de mensen. Ende, vanaf dat moment, dus vanaf het moment dat die berg pas overgetrokken is, en dan komt het onderwerp Montani. En het werkwoord wat daarbij hoort is concoursaband. We hadden net intercoursare en nu concoursare. Coureren is dus rennen, coursare is steeds weer rennen en concoursare is steeds weer ergens naartoe rennen. Ik heb het hier vertaald met aanvallen uitvoeren of kleine aanvallen uitvoeren. Onderwerp zijn die Montani. Vanaf dat moment voerden de bergbewoners kleine aanvallen uit. Pauke Jores Jam, dat Jam dat hoort bij Pauke Jores, al in kleinere getalen, dus met minder mensen, en al meer dan, magis kwam, en meer op de manier, more komt van mos mores, betekent op de manier, met de genitivus op de manier van, en al meer op de manier van roverij, van een rooftocht, dan op de manier van een oorlog. Dus ja, we moeten ons voorstellen met minder mensen en met minder vertoon van geweld doen ze dat. Die Montani voerde dus kleine aanvallen uit. Nu eens dan weer, dat is modo modo. Nu weer op het primum agmen, dat primum dat congrueert met agmen. Nu eens op de eerste stuk van de kolonne, vertaald met voorhoede. Dan weer op het novissimum, het laatste deel van de kolonne, vertaald met achterhoede. Utcumque, al nagelang, met tweemaal de conjunctivus, al nagelang of, al nagelang of de plaats, dus het terrein, gaf daret, dat is de eerste conjunctivus, al nagelang het terrein, gaf een opportunity, een gelegenheid, of al nagelang fecissent, hadden gemaakt, letterlijk, zij hadden gemaakt, een of andere aliquam gelegenheid, ongeveer hetzelfde als opportunitatem is het woord occasio, of
al naargelang zij gemaakt hadden een of andere gelegenheid. Onderwerp zijn nog steeds die bergbewoners. Progressie, vooruitgegaan zijnde of achtergebleven zijnde. Ik heb dit heb ik vertaald, heb ik zelfstandig vertaald. Of, ut cumque, al nagelang, de vooruitgeganen of de achtergeblevenen een of andere gelegenheid hadden gemaakt. Ten slotte wordt er nog iets gezegd over de olifanten die Hannibal bij zich heeft. Die Agibantur, die werden voortgedreven. Eerst even sicut ita, kan betekenen zoals, zo ook. Maar ook weliswaar, maar de olifanten werden weliswaar sicut voortgedreven per artas vias. Ja, dus per, dat heeft de accusativus hoort bij vias, over de wegen. En die wegen zijn artus, smal, over de smalle wegen. Dat praecipites, dat hoort er volgens de uitgever niet in. Maar ja, je zou best over de smalle, steile wegen werden die olifanten geleid. Die werden weliswaar over die smalle wegen geleid. Dat is dus lastig. Maar ook, ita, zo ook. En dan het tweede hoofdwerkwoord is praebeband. Verschaften zij letterlijk een veilige kolonne. Dat tutum daar, dat congrueert met achnem, achmen. Dus letterlijk staat er, zij gaven een tutum, een veilige kolonne. Ik heb vertaald met, ze beveiligden de kolonne. Kolonne is dus de vertaling van achmen, een leger dat aan het lopen, dat zich aan het voortbewegen is. Ze beveiligden de kolonne ab hostibus, vanaf of tegen de vijanden, die olifanten doen dat, qua cumque. In kederend, qua cumque betekent waar ook maar. Net hadden we ut cumque, hoe ook maar. Nu qua cumque, waar langs ook maar. Zij voortgingen. In kederen is voortstappen. En waarom? Ze beveiligen dus die olifanten de kolonne. Waarom doen ze dat? Omdat er vrees was aan de ongewend zijnden. Van het naderen dichterbij, zoiets staat er letterlijk. Dus omdat die bergbewoners bang waren, aan die bergbewoners was angst, die bergbewoners waren bang. Gerundium kun je vertalen met om te naderen dichterbij, om dichterbij te komen. Met andere woorden, die bergbewoners die zorgen dat ze bij die olifanten uit de buurt blijven.